Achter mij ziet u het standbeeld van zeer bekend uiteraard. Iedereen kent hem en iedereen kan ook zo meteen uit zijn hoofd enkele versregels opnoemen. Of is dat wel zo? We gaan eens kijken hoe het zit met de parate kennis van de gemiddelde bruggeling over, over het werk van deze man. Alles ligt er heel verlaten bij. Dus we gaan kijken of we überhaupt mensen kunnen vinden om iets te vragen over Guido Gezelle. Spannend. Are you enjoying the fries? Yes, of course. Yes. Ik was benieuwd of jij zomaar uit je hoofd iets van Guido Gezelle zou kunnen declameren. Ja. En kent jij nog iets van zijn teksten? Ja. Dat is zo, laten we zeggen, voor een aantal zinnen zomaar uit het hoofd te zijn. Ofthans kom ik uit Rusland, in mijn geboortestad. Die heeft wel een verbondenheid met Guido Gezelle. Maar verder had mijn kennis niet, helaas. Guido Gezelle, ik weet dat hij een dichter is, een bekende Brugse dichter ook uiteindelijk. Maar veel meer slimste mens geweest dan niet antwoorden. Have you ever heard of Guido Gezelle? Ja. And is there anything? He was a poet from Bruges, and he was very, very famous for his lyrical, almost musical poems. Of enkele lijnen. En zijn er regels? Muziek van gemaakt en nu verder zoemt dat. Kan ik nog zomaar spontaan enkele verzen uit het hoofd kent van Guido Gezelle. Oei. Sorry, ik ga je op teleurstellen. Dat is al veel beter dan de meeste mensen die ik ondervraagd heb. Bedankt, dat is bovengemiddeld. En als ik zeg ook krinkelend. De winkelende, ja. Het heeft met de mandel waarschijnlijk ook een stuk te maken. Het water die daar wel loopt. Ja. Inderdaad, nu dat je dat zegt, ja. Ja. Oké. Okay. Een krinkeld ding. Komt er iets naar boven? Nee. Dat was eigenlijk. Ja, dat was een beetje de eerste, alleen niet echt, maar de eerste Brugse rapper bijna. Dat is een priester poëet. Zijn onkel was eigenlijk Streuvels. Dat is al het verse dat. En Guido Gezelle is hier geboren in Brugge. Is zelf heel. Eigenlijk een prematuurtje geweest, is eigenlijk gedoopt in de kerk van Sint Anna. Hij is onderpastoor geweest van Walburgenkerk. En nu is het Guido Gezelle Museum, wordt dat nu Guido Gezelle Huis. Het Guido Gezelle Huis gaat eigenlijk een beetje ook over Guido Gezelle gaan en eigenlijk over de poëzie. Het is heel muzikaal poëzie ook, hè? Het was ook een priester, inderdaad, een priester-dichter. Van zijn gedichten die wel een heel hoge muzikaliteit hadden, inderdaad. Eigenlijk was Guido Gezelle gewoon de Brihang avant la lettre, een beetje, hè? Wij hebben Van Ostaaien, maar jullie hebben Guido Gezelle. Dat is iets om fier op te zijn. Is dat niet met
puur economie dat moet leren. Ah, ja, ja, ja. Geschiedenislessen zit al achter achterwege. Helaas, of misschien niet. Wat een camera. Hallo, dat is voor mij. Nee, dat is allemaal voor mij. Conclusie, de Bruggeling weet min of meer wie Guido Gezelle is, maar iets van zijn werk reciteren is moeilijk. Dat is jammer, want hij is tenslotte van Brugge. Hey, hoe gaat het weer? Ook kringelend, winkelend, wisselend, swingelend, waterdingelend.